Ja, nee! Yo guys, tot de duur weer kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Vandaag is het weer tijd om een keertje Fortnite op te starten. Maar ik ga niet normaal Fortnite spelen. Ik ga iets doen wat ik al super lang niet heb gedaan. En redelijk wat mensen naar hebben gevraagd. Namelijk een Fortnite parcours. Het is een regenboogparcours voor defaults. Dus, nou, defaults, dat weet ik niet. Er staat Rainbow Default Deadrun. Dus ik denk het, I don't know. Hij is in ieder geval waarschijnlijk te doen voor mij. Hoop ik. Maar dat is niet het enige. Ik zou het ook super tof vinden als jullie nog steeds de code VTORBE gebruiken in de Autoshop. Zou super mooi zijn. Stuur een fotootje door naar mijn Instagram. @VTORBE. En dan ga ik sowieso even kijken of ik ergens deze dagen wat mensen in mijn Insta-story kan gaan zetten. Vind je ook de video leuk? Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Laten wij voor die 5000 likes gaan. Ik weet dat dat mogelijk is. En dan ga ik denk ik maar gewoon proberen. Ik ga waarschijnlijk echt heel awkward zijn. Ik ga heel veel falen. Maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon echt ons best doen. Dus welkom to the 60 level death run. De use code. Allemaal hetzelfde voor mij. Ik ga gewoon vierkantje starten game. Let's go. Kijken of ik hier nog iets van kan. Ik weet nog wel dat Scissors hier echt superveel mee deed. Oh, dit is al letterlijk het begin. Nee, nee, nee. Kijk, je moet... Oh, je moet mijn creator code gebruiken, jongens. Dus kijk, mijn editor die doet nu even... Sorry hoor, maar in plaats van It's Flustern staat er nu VTORBE. Dus die code moet je gewoon even gebruiken. Boom! Oké. Ik denk dat dit allemaal nog wel gewoon te doen is. Oh, ik heb het nu pas door. Ik gebruik mijn verkeerde controller. Woepsie! Oké, ik had mijn verkeerde controller. Maar we hebben weer mijn goede controller. Dit is denk ik allemaal gewoon... te doen, wou ik zeggen. Oké, wacht. Nee, ik moet het serieus aanpakken. Dit is toch niet moeilijk, Torbe? Denk ik. Oh. Laat me weten wat jullie tijd is op deze deadroom, oké? Oké, dit moet te doen, zijn ik? Oké. Dit is allemaal niet, toch nog wel makkelijk, denk ik. Ik denk dat ik dit wel kan fixen. Misschien niet heel snel, maar ik vind het wel... Oh! Ja, kijk. Nee, weet je wat? Ik ga gewoon full speed! What the fuck? I don't know. Oh, dit is, ik kan hier gewoon zo terug lopen trouwens, ja. Maar dan moet ik nou alleen... Yes! Oh, hier staat er nog één. Oké. Ah, ik voel me zo noob! Hoe doe ik dit? Hoe ga ik die volgende doen? Wacht. Maar hoe ga ik daar überhaupt opkomen? Ja, oké, dit is trouwens volgens mij wel te doen, maar moet ik dan echt zo goed timen of zo? Oké, ik ga gewoon een aanloopje nemen. En dan... en dan heb ik hem en dan ben ik echt zo'n pannenkoek. Hoe maar... Oké. Hoe moet ik dit gaan doen? Want als ik erop ben, dan ben ik sowieso dood. Hoe de... Ik moet echt tot op het randje blijven of zo. We zijn bij level... Wacht, welk level zijn we? 7. En ik loop al vast. Oh, maar dan moet ik deze in één keer... Nee! Ah, wat ben ik slecht. Oké, wacht. Kom op. Oké, snel. Ja, ik heb hem. Oh, wat is dit? Oh, nu ga ik heel snel. Oké. Ik moet even ontringen, maar ik nu heel snel ga. Gewoon meteen moet gaan... Wow. 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 Haal ik dit niet? Dit haal ik wel. Oké, top. Wat moet ik nu doen? Iedereen. Oké, dat haalde ik dan maar net niet. Maar we zijn maar een paar leveltjes verder. Ik ben echt on fire. Ik ben echt een parcoursspeler. Je wil niet weten. Kom op. Ik had hem bijna. Ploep. Yes. Oké, wat is hier de bedoeling? Ik denk dat ik gewoon moet doen wat goed voelt. Poef, poef. Poef. Ja, die kostte dus gewoon geen moeite. Poef. Ja. Oh, wat? Dat ging snel. En nu? Poef, poef. Oh, dit is zo'n... Nee! Nee! Kut. Ik heb dit vaker gezien in video's, maar dit is volgens mij nog best lastig. Ik dacht dat het een default run was, jongens. Meteen de dingen gewoon uit. Zo. Zo. Oh. Doet me niks. Oeh, die heb ik ook nog. Maar ik heb nog steeds geen checkpoint. Ik heb nou een checkpoint. Oké, we moeten niet terug hier gaan. Ik denk dat ik ga deze gewoon in één keer. YOLO waterpolo. Hup. Hup. Werkte niet helemaal zoals ik het had gepland. Maar we kunnen los deze door. Oké. Hup. Hup. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Maar ik maak geluid als ik iets moet halen. En dan heeft mijn hoofd iets van misschien werkt dat of zo. Maar het werkt niet. It's Flustern. Je hebt het parcours gemaakt, hè? Raar.
Het is weer hetzelfde, maar kan niet. Dorbe? Even een beetje schouders losmaken. Je handjes goed. You got this. You got this! Ik dacht, je kon toch zeg maar in één keer doorspringen om die dingen, of niet? Ik moet er zeg maar nog, ik moet zeg maar nog twee keer die jump halen als ik überhaupt dit haal. Oké. Dit spel geeft mij stress! Kom op! Ja. Oké. Misschien moet ik het stapje voor stapje doen. Anders weet ik het ook niet. Echt niet. Oké, ik sta op de eerste, maar ja. Dan nou zo... Ja, nee. Dat gaat hem al helemaal niet worden. Ik moet echt in één keer doorspringen volgens mij. Anders gaat het echt heel lang duren. Kom op. Als ik met deze snelheid... Met die lange jump... Dan zou ik daar... Bam, boom... Piep! Ja! Ja! Nee! Oh, dit spel. Can you not? Ik dacht echt, ik zag het licht. Ik zweer, ik zag het licht. Kom wel dat het dichterbij, dus ooit ga ik hem halen. 20 minutes later. Ik heb hem! Ik heb hem! Maar oh kut, nee, ik heb hem helemaal niet. Ik moet nog meer doen. Heb ik hem nou wel? Ik heb hem, hè? Ik heb hem. Oké, dan moet ik zo... Pew! Easy! Wat nou parcours moeilijk? Pff, dit doe ik echt gewoon altijd alsof het niks is. Zo, beetje jumpen, beetje... Wat moest ik daar doen? Huh? Ik liep tegen een witte muur aan. Wacht, wat deed ik fout? Zo. Oh, huh? Die zag ik niet. En dan ben ik er weer hier. Oké. Oké. Ik ben... Oké, je kan zeggen wat je wil, maar ik ben echt... Oh, dit lijkt me moeilijk, bro. Nee, ik moet verder. I got this. Ik was best in de buurt. Oké. Deze pakken en dan ongeveer zo en dan... Wiep, pieuw, en dan... Oh, je moet echt wel ver. Wacht. Ik moet meer naar voren. Dan moet ik het halen. Moet ik misschien... Zo. Oh! Aight! Lekker. Welk level zijn we? 18 van de... Ik weet dus niet hoeveel. Pioem! Pioe! Deze is echt satisfying. Die was... Maar was ik niet moeilijk. Wat moet ik doen dan? Oeh. Ah. Ik had niet... Ja, ik had het wel kunnen verwachten dat er in het midden niks zat. Ik ga dit gewoon doen alsof ik een echte pro ben nu. Let op, hè. Ik sprong er zelfs overheen. Dat ik dat voor elkaar kreeg. Potdomme. En dan... Zo. Hup. Zo. Hup. Zo. Parcours, jongen. Mijn god. Hupkee. Ja. Oh. Ja. 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 Yes. Fuck yes, ik heb hem. Oké. Oh, mijn god. Eerst die, denk ik. Ja, en dan die. Wee. Easy. En dan moet ik denk via hier zo. Wee. Wee. Dank u. En dan wee. Wee. En dan wee. En dan wee. Oh shit, ik ben opeens echt gewoon echt mokergoed. Wacht. Oké, hup. Nee. We gaan gewoon doen alsof dat niet nooit gebeurt, oké? We gaan hem gewoon nog een keer doen alsof we echt heel goed zijn. Als hij... mee wil werken. Kijk dan. Nee, misschien moet ik dat niet doen. Misschien moet ik het wel een beetje rustiger doen. Wee. En dan wee. Oh, en dan... Oké. Die gaat echt veel sneller, hè, die bovenste. Oh, god. Ik moet nou gaan jumpen. Oh, dat jumpen, dat is niet mijn ding, hè. Dat vind ik echt naar. Maar op zich is dit nog wel best wel... Oh, dit is niet zo moeilijk. Denk ik. Oh, die was niet zo moeilijk. Ik wou net zeggen. Nou, dit vind ik ook altijd wel leuk. Want het voelt alsof ik nou echt zo'n Superman ben of zo. Easy. Waarom zijn sommigen zo makkelijk? Oh, weer jumpen. Huh. Ik ga het gewoon in één... Oh, zeg ik. Ik ga het gewoon in één keer doen. En dan op het moment dat je het zegt... Hup. Jump. 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 Oh, dit is allemaal wel makkelijk, joh. Gek. Pioe. Pie. Oeh. Nee. Fuck.
iets te veel hoop had ik. Oh, ik kan ook zien hoe lang ik bezig ben. Ik ben nu, wacht, 14 minuten bezig. Nou, ik vind dan nog een prima tijd. Ik heb echt geen idee hoe ik dit weer ga aanpakken. Ik heb echt geen idee. Zo, ja. En dan, zo, ja. En dan, oké, okay, goed zo. Pioe. Dit is ook allemaal wel mooi te doen. Mooi door het gat. Lekker. We springen gewoon meteen door. Alsof het helemaal niks is. Kijk dan. Een... Oh, ik verneuk het zo vaak op het eind. Ik moet gewoon die clips schieten van... Oh, kijk dan hoe goed ik ben een parcours maken. En dan kunnen we... Ik wilde altijd niet te ver op dat band springen. Omdat ik dan denk dat de kracht donde. Maar dat is helemaal niet het geval. Kijk, ik moet gewoon zo... En dan hier zie ik, dan haal ik hem. Maar dat is zeg maar tegen je natuurlijke instinct. Pieuw, dat ga ik nooit halen. Oi, 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 oi. Boom! En nu? Ik moet hier omhoog. Oh, nee. Big fart. Zo. Yes, en dan? Oh, dat. Ja, ik moet gewoon even kijken soms wat ik moet doen. Dit is ook allemaal wel... makkelijk denk. Ja, dit stelt niet zoveel voor. Hou je mond. Moet ik hier zeg maar... Kan dat? Huh? Is dat oprecht mogelijk? Kan je zeg maar... Hoe de... Mist er hier iets? Moet ik niet een impulsgranaat hier hebben of zo? Oké, okay, wacht. Oh shit! Meteen ook gewoon, hè? Oh, dit is klein. Dit is klein. Ja, oké. Okay. Dit is allemaal nog ook wel te doen, denk ik. Dus let ik maar recht vooruit springen. Ja, dit... Nee! No, en dan... Shoot me. Please, shoot me. Soms dan spring ik oprecht wel, hoor. Maar dan springt mijn poppetje niet. En die heeft er gewoon geen zin in. Hier, easy. Boom. Oh god. Oké, okay, eerst links. Dan rechts. Dan zo. En gewoon meteen door. Meteen door, meteen door. Boom. Oh, dit is zo satisfying. Ja! En dan... Boom, ja, lekker. Oké, okay, welk level zitten we? 36 alweer, hé? Hey? Potdomme. Eerst naar voren, denk ik. Oh ja, dan moet ik eerst natuurlijk die moker jump gaan halen. Wee! Oh, ik haal hem ook. Daadwerkelijk. Oh, 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 oh. Ik moet denk ik even blijven springen op die eerste. Misschien werkt dat. Zo. Oh, nee, nee, nee. Ja, dit dus. En dan zo. Zo. Boom. Ja, blijkbaar werkte mijn plan. Boom. Boom. Oh, maar dit is allemaal easy. Appeltje, eitje. Use code VTorben. Waarom heeft deze man die dit heeft gemaakt, dat mijn code overal staan? Ja, prima. Eerst naar die? Ja, maar, denk ik. Oké. Okay. Hoppakee. Nice. Oké. Okay. Oh, ik vind die impulse ding. Throw the impulse grenade at the red platform, then go through the portal. Oh! Huh? Wow. Wow, dit... Oké, wacht. Oh, dat is ziek! Maar echt kutje moeilijk. Oh mijn god, hoe ga ik dit... Ik moet hem daar achter gooien. Nee. Niet zo, Torben. Oh, jezus. Wat is dit moeilijk? Ik dacht dat het een default run was. Ik had hem bijna. Ik moet hem gooien. En let ik meteen. Oh, fuck. Ik had hem bijna. Ja, ik heb hem. Fuck. Ah, lekker. Sorry, moest ik even van genieten. Oh, ik krijg er meteen een challenge voor. Lekker. Doe ik even. Boom, boom. Boom. Beam. Meteen. Oh, ja. Daar moest ik dus wel springen. Bij de een hoef je niks. Bij de ander moet je wel. Bij de ander moet je zo. Wee. Oké. Okay. Dit is echt easy. Boom. Zie je? Easy appeltje eitje. Oh, daar staat weer zo'n portal. Wow. What's happening? What? Wow, what the hell? What the hell? Hè? Was dit de bedoeling? Nee, ik heb hem niet gehaald. Ik heb hem niet eens gehaald. Ik doe gewoon niks. Ik doe gewoon niks. En dan haal ik hem wel, ja. Oké, we gaan gewoon door. Te weinig snelheid. Oké. Hup.
En dan up. Pup. De. Hoezo gaat hij daar nou niet op? Waarom deed je dat nou niet mee? Kom op. Oké. Okay. Ja. Goeie. Waarom bounce je er nou gewoon niet één keer op? Gewoon één bounce. Of ik moet. Ja, het ligt uiteindelijk eerst aan mij. Ik weet het. Zo. Oké, dit moet hem zijn. Ik wou net zeggen. En ik ga gewoon meteen door. Zal ik gewoon YOLO waterpolo in één keer halen? Oh nee, hit the middle of the bounce pad. Oh. Oké, wacht. Hey, ik deed die in één keer, hè? Nee, er staat niemand hoor, maar het was meer maar zodat iemand een beetje nu live met mij meekeek. Want jullie kijken het allemaal natuurlijk wat later als ik. Nee, jullie kijken het gewoon later. Als dat het nu ook gebeurt, zeg maar. Hoppakee. Alweer die deze dingen, hè? Wat? Dit is toch makkelijk? Dit level 48 is het makkelijkste level wat ik zo far heb gedaan. Dank je heel. Oh, dit level ziet er een beetje creepy uit. Ik ga gewoon springen en niks doen. Oké, ik moet wel iets doen. Oh god. Dit is weer. Tryhard modus. Oké, lekker door. Goed bezig, Pik. Zou dat het einde daarachter zijn? Ik zie daar weer zo'n cirkeltje. Jump? Oh nee, dit zijn weer die jumps. Kijk, ik vind alles leuk en prima, maar jumps maken? Moet je mij niet bellen. Of moet ik eerst een andere pakken, hè? Oh, je hebt twee manieren, denk ik. Wacht. Oké. Oh. Close. Oké. Ik denk dat dit echt de beste manier was. Oprecht, voor mij in ieder geval. Ik weet nog niet welk ding alles betekent. Ik dacht dat ik nu gewoon sneller kon zijn. Kom op. Pieuw. Oké. Wat doet dit? Ik had hem in één keer. Wat ziek. Bruh. Wat gebeurde hier? Haal ik eindelijk zo'n... jump in één keer en dan krijg je dat. Een of andere gif in mijn mic. Oké. Maar moet ik dit zeker dodgen of zo? Kan dat? Wow, yo. Level skip if this level is broken. Oh, wat ziek. Oké, ik wil het wel proberen. Oké. Dit hebben we. Ik heb hem, toch? Ik heb hem. Ja, ik heb hem. Wat nou broken? Ik cheat gewoon de hele game. Boom. Oh, moeten we nou weer... Oh nee, godverdamme, ik denk ik heb het te laat. Ik deed te laat mijn paraplu uit. Kom op. Wee. Lekker. Goed zo. Oké. Ja. I got him. Ja, oké, nice. Wat is hier de bedoeling? Wee. Geen idee wat er gebeurt. Maar als ik niet weet wat ik moet doen, dan wordt het een beetje moeilijk. Ik weet niet, oprecht niet wat er... Oh. Echt nipt, ouwe. Dan krijg je weer die verschrikkelijke jumps. Kom op. In één keer ga ik deze poelen. I pull up. Ja. Oké, hup. Dit is easy appeltje ei. Ik dacht dat het appeltje eitje was. Zou ik al bijna op het einde zijn? Ik weet niet. Ik ben al half uur bezig. Hup. Fluts. Level 60. Alright. Oh, ja. Oké. En dan moet ik daar nog jumpen. Are you taking the motherfucker piss? Kom op. Lekker. Ja. Ik zit echt totaal niet in een tryhard modus. Boom.
Did I? Is dit mijn reward? Wall of Fame. Hé, waar ben ik dan? Let op, hier. Nu sta ik er wel op. Boom! Wall of Fame, Torben. Tering goed in parcours. Kon je wel zien. Vond je dit nou leuk? Doe een blauw omhoog. Abonneer beneden mijn kanaal. Check de vorige video ook natuurlijk uit. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur weer bij een gloednieuwe video, jongens. Later.